We gaan lezen met elkaar. Dat doen we allereerst uit het boek Prediker. We hebben daar uit het vijfde hoofdstuk al het eerste gedeelte van gelezen, een aantal weken geleden. En nu lezen we om te beginnen verder uit dat hoofdstuk en daarbij ook het zesde hoofdstuk, omdat dat één doorlopend thema is wat daar aan de orde is. En vervolgens gaan we dan ook een paar woorden lezen uit 1 Timotheus 4 en 1 Timotheus 6. Eerst uit Prediker, het vijfde hoofdstuk. Daar lezen wij vanaf vers 7. Er staat: indien u onderdrukking van de armen en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste die let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten die letten op hen. De opbrengst van het land is er voor iedereen. Ook een koning wordt gediend met de opbrengst van het veld. Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. En wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig. Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken? De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft. Maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap. Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaart tot hun eigen kwaad. Vergaan echter die rijkdommen door boosaardige praktijken. En verwekt hij een zoon, dan heeft die totaal niets in zijn hand. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren. Om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen niets meenemen dat hij met zijn hand kan dragen. Daarom is ook dit een ziekmakend kwaad. Op geheel dezelfde wijze als hij gekomen is, gaat hij heen. Welk voordeel heeft hij dat hij zwoegt voor de wind? Al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Veel verdriet had hij. Bovendien had hij zijn ziekte en ergernis. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon, tijdens het getal van zijn levensdagen die God hem heeft gegeven. Want dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie God de rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen, om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen. Een man aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt. Maar God staat hem niet toe iets daarvan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt het. Dat is vluchtig. Een bittere kwelling is het. Als iemand, en dan gaat de prediker een beetje overdrijven, als iemand 100 kinderen verwekt en vele jaren leeft, zodat de dagen van zijn jaren vele zijn, maar hij zichzelf niet verzadigt met het goede en er zelfs geen graf voor hem is, dan zeg ik, een misgeboorte is beter af dan hij. Want die komt tevergeefs ter wereld, gaat heen in duisternis en zijn naam wordt in duisternis bedekt. Ook heeft hij de zon niet gezien of gekend. Hij heeft
meer rust dan die man. Ja, al leefde hij 2x1000 jaar. Maar hij had het goede niet gezien. Gaan ze niet allen naar één en dezelfde plaats? Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond. En toch wordt de begeerte niet vervuld. Wat heeft immers de wijze voor op de dwaas? Wat baat het de arme dat hij weet met de levenden om te gaan? Beter is het zien van de ogen, dat wat tastbaar is, betekent dat, dan het gaan in de weg van de begeerte, het eindeloze verlangen. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Wat iemand ook is, zijn naam is al genoemd. Het is bekend dat hij een mens is. Hij kan niet in het geding treden tegen hem die sterker is dan hij. Immers, hoe meer woorden er zijn, hoe meer vluchtigheid. Wat baat het de mens dan nog? Want wie weet wat goed is voor de mens in dit leven. Tijdens het getal van de dagen van zijn vluchtige leven die hij als een schaduw doorbrengt. Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon? Tot zover de prediker over geld en goed. En Paulus die heeft er ook wat over gezegd. En je hoort dat hij de woorden van de prediker, dat hij die zich eigen heeft gemaakt. Hij schrijft daarover aan Timotheus. Eerst in 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. En er waren mensen in de dagen van Timotheus die zeiden dat geld en goed is allemaal niks. En alle plezier en genieten, dat is ook niks. Die gaven daarop af en die waren er te geestelijk voor om te genieten. Ze zeiden, het gaat om je ziel. En dat van de aarde, dat doet er niet toe. Nou, dat zei de prediker niet en dat zegt Paulus dus ook niet. Hij noemt het zelfs, als mensen dat soort ideeën hebben, dan noemt hij dat leringen van demonen. Het wordt soms voor heel vroom gehouden. Dan zeggen ze allemaal niks. En Paulus zegt, het zijn leringen van demonen. En het zijn mensen, ja, zou je niet verwachten, die hun geweten met een brandijzer hebben toegeschroeid. Die hebben geen besef wat God bedoelt. Apart is dat. En hij zegt dan het volgende. En dat zijn de versen die ik nu lees, de versen 4 en 5. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging wordt aanvaard. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. En dan in 1 Timotheus 6... Dan lezen wij vanaf vers 6. Maar de godsvrucht is een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want we hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. U echter, o mens van God, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht,
geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En dan vanaf vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hooghartig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. En om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Tot zover. We gaan nu opnieuw zingen uit diezelfde bundel Weerklank. Het vervolg van die 49e psalm, een wijsheidspsalm die dus helemaal aansluit bij dat wat we uit Prediker hebben gehoord en wat ook door Paulus wordt verwoord. Psalm 49, de versen 3 en 5.
In antwoord op de verkondiging zingen we uit de 65ste psalm. Een psalm die zingt van de overvloed die God ooit gaf aan Israël. En dan gaat het er heel royaal aan toe. Een enorme oogst waar je blij van kunt worden. Dat is mooi. En daar wordt van gezongen. En daar wordt van genoten. Nou ja, dat kun je invullen op je eigen manier. In Amsterdam heb je geen boeren. Maar we worden op onze eigen manier, denk ik, overladen met het goede. Dus ze bezingen de psalm in het licht van je eigen leven. Als een psalm waarin wordt uitgezongen welke overvloed God voor ons heeft en ons geeft. Psalm, de 65ste psalm, de versen 6, 7 en 9. Gemeente van Christus, broeders en zusters, de prediker die blijft observeren hoe het er om hem heen aan toe gaat. Waar mensen druk mee zijn. Ze gaan verliezen. En wat dat dan per saldo oplevert. Dat is natuurlijk niet zo raar. Want daar is het leven vol van. Dat je ergens voor gaat en wat je daar dan aan overhoudt. En hier in dit gedeelte heeft hij vooral de rijken in het vizier. Hun manier van doen, van laten, van leven en werken. En met dat hij hen bezig ziet, wordt hij er over het algemeen niet echt vrolijk van. Nee, voordat ik nu verder ga, de man zit niet zomaar wat ongenuanceerd op rijkdom af te geven. Rijkdom op zich, daar is echt niks mis mee. Althans niet in de Bijbel hoor. Wordt echt niet veroordeeld. Abraham, de vader van alle gelovigen, was een rijke meneer. En God doet er gewoon nog een schep bovenop. Daar heeft hij helemaal geen moeite mee, blijkbaar. Trouwens, het ging er in het paradijs toch ook niet karig aan toe, net aan genoeg. Wat God schiep was overvloed om blij van te worden. Je kon zomaar de vruchten plukken van dat wat hij je gaf, ervan genieten. Blije gezichten, daar ging die voor. Daar in dat paradijs geen zorgelijke trekken, hoe komen we rond? Daar denk je niet altijd zo bij na, maar dat is dus wel wat God bedoelt. Royaliteit, daar is die van. En trouwens, ja, het wordt natuurlijk wel zwoegen en zweten. En dorens en distels en armoe. Als het paradijs voorbij is. Maar als die Israël roept, bezoekt en trouwt en zegt, jullie zijn van mij, ik ben er voor jullie, zich aan hen verbindt in liefde en genade, dan heeft hij niet alleen zijn zorg over hun ziel, maar dan zegt hij, weet je wat, ik ga met jullie naar een land dat overvloeit van melk en honing. En hij zocht een strookje aarde uit erin, dat Midden-Oosten, waar het goed toeven was. Een land van melk en honing. Veeteelt en akkerbouw, het ging daar hand in hand. Het ene gebied was wat meer geschikt voor het een, het andere gebied wat meer voor het ander. Maar je zult niets tekort komen. En in dat land krijgen jullie allemaal een erfdeel. Ieder een stuk grond. Gelijk verdeeld. Iedereen mag ervan genieten. Geen één uitgezonderd. En ik wil geen
bedelaars zien. Zelfs al komt iemand door eigen schuld in de armoede terecht, dan zul je daar genadig mee omgaan. Dan zul je ervoor zorgen dat er van de oogst het nodige overschiet. De weduwe, de wees, de vreemdeling, oh ja, en voor de leviet, want die hebben geen eigen land. En die moeten ook eten. En er is een jaar van kwijtschelding. Het jubeljaar. En dan worden de zaken weer gelijk getrokken. Prachtig. En dat land wat God gaf, was niet alleen een herinnering aan wat ze hadden verloren, maar het was ook een belofte, een voorproef van wat er wachtte. Want ja, het visioen uit Openbaringen, dat is natuurlijk ja, een en al rijkdom, overvloed, nooit meer iets tekort, geen reden meer voor tranen. Je kunt je geluk niet op. Het wordt vergeleken met een maal dat zo overvloedig is aangericht, de beste drank en het beste voedsel. Dat is natuurlijk iets van symboliek, maar toch tegelijk, het is veel meer dan symboliek alleen. Het belooft ook echt wat. God is niet de God van de armoe, wel de God van de armen, dat is wat anders. Dat hij het voor hen opneemt en als ze hier onder de voet worden gelopen, dat hij zegt, ik zet het een keer recht. Maar God is niet de God van de armoe, God is de God van rijkdom. Van overvloed, zo wordt hij ook meer dan eens in de Bijbel genoemd. Hè? En van Christus wordt gezegd dat hij rijk was en toen arm werd, straatarm, naakt ging hij aan een kruis. Ging hij door al onze armoe heen, naar ziel en lichaam. Er schoot voor hem niks over, zelfs geen druppel water, mij dorst. Toen ze het hem aanreikten, toen weigerde hij. Waarom? Opdat u, ik, wij door zijn armoe rijk zouden worden. Niet alleen bedacht met genade die genoeg is, en dat is op zich al een rijkdom van je welste, hè? Dat hebben we al zo vaak tegen elkaar gezegd. Maar het blijft ook iets om tegen elkaar te zeggen en om van te zingen. Genade genoeg, week in, week uit, jaar in, jaar uit, al word je 100. Genade in overvloed. Het is nooit op bij God, moet je nagaan. En daarbij... Zorg, hoe zal hij, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, schreef Paulus, ons met hem niet alle dingen schenken? In het hier en nu? Nee, dat gaat er nog niet volop in vervulling. Wel zijn nabijheid, zijn geest en soms ook echt verrassingen tot en met. Maar intussen... Die belofte erbij. Zometeen alle armoede boven. Meer dan overwinnaar in hem die ons heeft lief gehad. Dat is God en voet uit. Liever zelf, zeg maar arm, dat hij ons aan de armoede prijs zou geven. Nee, nog anders gezegd. Dat wat God in Christus zelf heeft, hij gaat ervoor dat jij en ik het ook zullen hebben, al hebben we het verpanseld. En verspeeld. Dat is het evangelie. In een notendop. Dat is dat je terugkrijgt wat je verloor. Alles. Het hele paradijs erbij. Me dunkt. God is dus niet van de karigheid. En heel sober door het leven gaan is niet per se vroom.
Mag hoor, maar het is niet per se vroom. Genieten is minstens zo vroom. Het royaal van nemen, zegt de prediker, dat is je deel, dat is Gods doel. En hij zei tegen Israël, als je hebt geoogst, dan kom je naar Jeruzalem, dan neem je het een en ander neem je mee, dat offer je aan God, en dan ga je vervolgens een week lang blij zitten wezen voor het aangezicht van God, vrolijk. En neem je het ervan. Het zal niet enkel zwoegen en zweten zijn. Ik schreef er van de zomer in een overdenking over. God gaf zijn volk al 3 weken vakantie per jaar. Mochten de boel laten en gewoon genieten van wat hij hen gaf. Eerste cao. Een hele goeie. Zeker voor toen, in die dagen. Als een belofte van wat er zat aan te komen. Maar ja, dan begrijpt u wel dat God een hekel heeft aan gierigheid. Al verbloem je dat met het woord zuinig. Met gierigheid heeft God niks. Dat staat haaks op wie hij is. U durf te leven. En durf het ervan te nemen. Wat schiet het nou toch op? Een bankrekening te hebben. En er niet aan u komen. Wat heb je daaraan? Ja, dan zit je op je geld. Nou, lekker. Geniet ervan, zegt de prediker. Ja, geniet ervan, alsjeblieft. Dat is je deel, dat is het doel. Zonde, letterlijk, als dat erbij inschiet. Het is je niet gegeven om er zuinig mee te doen. Het is je gegeven om er vrolijk van te worden. Nou ja, een kind kan dat begrijpen. Je vader en je moeder, die een mooi cadeau voor jou uitzoeken. Je verjaardag. Waarvoor geven ze dat? Nou, dat jij ervan geniet en blij mee bent, toch? En niet dat je erbij staat te kijken van ja, heel mooi, maar ja, ik durf er niet aan te komen hoor, ik durf er niet aan te komen. Nee, natuurlijk niet. Schoon om van te genieten, toch? Van een mooi cadeau. En blijven van te worden. En mee te gaan spelen. Of als je nieuwe kleren hebt gehad om ze aan te doen. En er mee te pronken. Dat is de Bijbel. De Bijbel is helemaal geen benepen boek. Wij zijn benepen. Wij komen er niet aan toe. Althans, dat zegt de prediker. Wij komen er niet aan toe. Zonde. Daar is het niet voor bedoeld. Dat is zonde, hè? Dat het langs zijn bedoeling heen schiet. Benepenheid moet je niet zoeken bij hem, die zit zomaar bij jezelf. Het is een gave van God, zegt hij erbij, als het lukt. Een gave van God, niet alleen dat goede en die overvloed, maar ook nog eens als het dan lukt om het ervan te nemen en ervan te genieten. Dat is blijkbaar niet iets wat je zomaar zelf in je vingers hebt. Gek gezegd. Tuurlijk. Er zijn ook mensen die doorstaan naar de andere kant. Het al opmaken voordat ze het hebben. Maar daar hebben we het nou vanavond even niet over. We hebben het nou gewoon even over daar waar de prediker het over heeft. Dus ik ben vanavond gewoon een beetje eenzijdig. Heel bewust. Ik ga niet alle mogelijke nuanceringen aanbrengen. Dat kun je zelf wel. Neem ik aan.
Gewoon nou even laten staan wat er staat. En maar eens even tot je laten doordringen wat hij bedoelt. Want het is een kunst. Een heilige kunst, zo gezegd, om zo te leven. Geen kunst aan, denken de mensen, om het op te maken en ervan te genieten. Nou, dus wel een kunst aan. Het is een gave van God als het lukt. Want in de meeste gevallen lukt het niet. Helaas, de prediker heeft gewoon het gezien, hoor. Het is niet iets wat hij achter het bureau heeft bedacht en dat hij een beetje somber zit te wezen en zo. Nee, hij heeft het gewoon gezien. Hij kijkt om zich heen. Het lukt vaak niet. Hoeveel de mensen ook hebben. En dat is het ellendigste wat je hebben kunt. Dat is echt een kwaad onder de zon. Zo zegt hij een en ander maal. En helemaal als, ja, zeg maar, rijkdom een doel op zich gaat worden. Dat je daarvoor gaat. Voor mooier, meer, rijker, hogere winsten, een groter bedrijf. En dat het doel van je leven dan wordt. En jij eigenlijk niet meer het geld hebt, maar het geld jou heeft. Dat kan zomaar gebeuren. En waar die omslag dan precies zit in je leven, dat kun je niet eens goed aanwijzen. Misschien herken je het wel op de een of andere manier. Niet eens in het groot, maar gewoon ook in het klein. Een prediker noemt dat in hoofdstuk 5 vers 12. En zo apart een ziekmakend kwaad. Dat verziekt. Paulus, die gaat daarop door. Als hij schrijft aan Timotheus, die dan op dat moment leeft en woont en werkt in Efeze, een stad met een enorme elite. Als je nu Efeze bezoekt, dan kun je die vallen de meeste villa's van vandaag bij het niet. En die doorzonwoning van jou en mij sowieso. Rijkdom tot en met daar. Ook onder de gelovigen. Er waren hele rijke gelovigen in de gemeente. Want anders zou Timotheus voor die mensen geen boodschap meegekregen hebben van Paulus. Paulus die zegt in lijf van de prediker, er is een ziekmakend kwaad. En dan moet je ook bedacht zijn en voor beducht. Wat dat is? Nou, dat jij alleen nog gaat voor het geld. Voor meer, hogere winsten, hogere opbrengsten. Groter en mooier en daar nooit een eind aan is. En met dat je het hebt, zit je weer te denken aan het volgende. Hebzucht heet dat. En dat is een wortel van allerlei kwaad. Er komt van alles en nog wat uit voort. Leugen, bedrog, corruptie, oplichting. Maar ook dat je elkaar uit het oog verliest. Er zijn al heel wat relaties aan kapot gegaan. Dit kwaad, aan hebzucht, dat je elkaar niet meer zag, elkaar verloor. En ja, we maken het toch gelijk even ietsje breder. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar te gaan om geld, het kan ook gaan om, nou ja, op andere manieren, van altijd maar meer. Dat er nooit een eind aan is aan je werk. Carrière maken. Groeien. Je kunt het zelf wel invullen. Zelfs ik als
Het dominee kan me daar schuldig aan maken. Ben je bezig met hele goede dingen? Maar als ik denk dat er nog maar één ding is, die gemeente en zo. Mijn gezin vergeet. Dan ben ik net zo dwaas bezig als die rijken waar de prediker het hier over heeft. Dat je behept wordt door, nou ja, door wat eigenlijk? Vul het maar in. Niet goed, zegt de prediker. Dat verziekt. Dat doet meer kwaad dan goed. Het levert misschien wel van alles op en toch uiteindelijk verlies je eraan. En hij ziet het om zich heen gebeuren. En hij noemt een aantal voorbeelden. Het begint in vers 7 en 8 met corruptie van hoog tot laag. De ene hoger geplaatste die de andere in de gaten houdt. Ach, we kennen het tot op de dag van vandaag. En waar corruptie eenmaal onderdeel van het systeem wordt, kun je door elkaar verraden worden of je houdt elkaar allemaal netjes de handen boven het hoofd. En dat gebeurt, zegt de prediker. Als jij je mond open doet, dan zal ik zorgen dat jij ook de pineut bent. Want jij hebt net zoveel te verbergen als ik. Nou ja, zo kan het gaan. En is het goed? Ja. Als er dan ergens een keer een halt aan toe wordt geroepen. De vertaling hier is een beetje ongelukkig. Er staat ook dat ook de koning leeft van de oogst. Maar je zou het beter kunnen vertalen met de nieuwe Bijbelvertaling. Dat een koning er dan voor zorgt dat iedereen uiteindelijk deelt in de oogst. Dat hij, zeg maar, recht doet. Dat er een overheid is die op een gegeven moment die corruptie een halt toeroept. Dat gebeurt gelukkig in Nederland af en toe. Komt er een parlementaire commissie en zo, weet u wel. Dat is goed. Goed ook als politici er oog voor hebben. Dat de minder bedeelden niet het slachtoffer worden van een bepaald systeem. Dat staat hier, dat is ook al heel oud. Vandaag de dag, de zorg is een probleem. En hoe doen we dat nu? Hier in dit land met elkaar. Nee, ik ga niet een politieke oplossing aandragen. Maar ergens, het deugt niet. Het is goed als politici van welke partij ook maar daar de vinger bij leggen. En gaan voor recht. En voor gerechtigheid. Een erfdeel voor iedereen. Niet overvloed voor bepaalde elite die het niet op kan. En dat de anderen op een houtje moeten bijten. Dat kan niet bestaan. Althans niet in Gods ogen. En verder? Nou ja, in het negende vers, daar wordt gezegd, maar dat heb ik eigenlijk al gezegd, dus daar hoef ik niet veel meer over te zeggen, dat de hebzucht je zo in beslag kan nemen dat het nooit genoeg is, dat je er verslaafd aan raakt. En wij leven in een maatschappij die daar verslaafd aan is. Er moet altijd economische groei zijn. Waarom? Waarom? Dat hebben we bedacht met elkaar. En op de een of andere manier voelen we ons pas echt gelukkig als het bedrijf de winst kan opvoeren. Een goed jaar gehad. En anders, nou ja. Goed, dan praat het wel goed, maar intussen zitten we wel te denken hoe we dat natuurlijk kunnen omkeren. En dan moet ik heel voorzichtig zijn wat ik als dominee hier allemaal sta te zeggen. Want je zal maar een zaak hebben. En je zal maar zien dat de winst niet toeneemt, maar afneemt. Nou ja, weet je, ik moet heel voorzichtig daarin zijn. Maar misschien dat wij met z'n allen toch ook ter harte moeten nemen wat de prediker vanavond hier zegt. Ieder op zijn eigen manier. En ik zei het al, dan gaat het niet alleen over geld en goed, maar het gaat ook over andere dingen waar je zo verslaafd aan kan raken dat het altijd een schep erbovenop moet.
intussen je er zo mee behept raakt, dat er voor het andere, voor elkaar en voor het genieten en voor het leven zelf weinig meer overschiet. Het allerergste is wel, zegt de prediker, als je dan enorme overvloed hebt vergaard en door kwade praktijken van een ander verlies je zomaar op één dag alles. Dat komt ook voor. Dat kwam voor, dat komt voor. Een economische crisis, een beurscrash. Mensen hebben soms miljoenen op één dag verloren. Echt drama. Ja, dan ga je zoals je was gekomen. Je kwam naakt uit de moederschoot en naakt keer je terug in de aarde. Paulus die zegt dat ook, hè. Verbeeld je nou niet te veel. Je kwam gewoon naakt op de aarde. En uiteindelijk, wat neem je mee? Dode handen kunnen niks vasthouden. In een doodshemd ga je de aarde in. Oh ja, en daarbij, wat is uiteindelijk nou precies de winst van al dat zwoegen en zweten en rijk worden en meer en mooier en groter en nou slapeloze nachten. Een arbeider die denkt, nou de dag zit erop en morgen weer een dag en mijn loon komt aan het eind van de week of aan het eind van de maand. Of ja, toen en nam een arbeider vaak zijn loon diezelfde avond al mee. Nou, die sliep als een roos, geen zorg. Maar hoe meer je hebt, hoe lastiger soms, toch? Het leven wordt er niet comfortabeler op, al lijkt dat zo. Nee, ik ga natuurlijk ook niet, ik wil ook niet heen praten over mensen die echt keihard moeten werken om de eindjes van elkaar te knopen. Hè? Dat wil ik echt niet doen. Dat kan heel hard gelach zijn. En ik zou je alle hulp en zegen en kracht van God willen toewensen en toebidden. Echt. Vol te houden. Ja, daar gaat het nu vanavond niet helemaal over. Maar ik wil het even gezegd hebben. Vanavond gaat het over dat andere. En het is goed om dat ook gewoon te bedenken. Ieder voor zich. Tot en met de dominee toe. Waarom niet? In ieder geval zegt de prediker dat zesde hoofdstuk. Als je alleen maar hebt geleefd om te zwoegen, te zweten, dan is een misgeboorte gelukkiger dan jij. Maar ze gaat wel heel ver. Ja, gaat ook ver. Een leven zonder genieten is geen leven. Kun je beter maar nooit geleefd hebben. Heb je meer rust. Met andere woorden, je bent echt om te beklagen als je niet genieten kunt. En nu? Wat nu? Nou ja, we hebben het gelezen. De prediker die geeft het al aan. Dat wat je allemaal doet en overhoop haalt. Goed, prima. Hij zal het later ook nog zeggen, ga ervoor. Maar één ding, leef niet half. Leef niet alleen voor geld, goed, meer, mooier. Maar als je het nodige hebt bereikt, weet ook eens een keer van ophouden. Weet ook eens een keer van onderuit zakken. Van gewoon genieten. Lekker eten, vrije tijd. Als het even kan, een goed glas wijn erbij. En als je daar niet van houdt, neem je wat anders. Zoiets. Want in de beginnen waren de dingen in evenwicht. Hè? De aarde bebouwen, cultiveren, daar je plezier aan beleven. Maar ook van ophouden weten. Dan gewoon de vruchten plukken die God liet groeien. Genieten van dat wat hij gaf en van elkaar. Samen.
Dat is je deel. Een gave van God. Misschien is er reden voor u, voor mij, om op dit punt schuld te belijden. Want wij denken, nou ja, ach ja, het ging erover en goed dat de dominee dat eens even zei, zo. Maar ja, nee, laat het nou zo zijn dat je dit ter harte neemt. Dit op je laat inwerken. Dat je, nou, als het even kan, daar eens eerlijk over wordt voor God. Voor jezelf en voor God. Je afvraagt, hoe doe ik dat nou? Is het nog in evenwicht? Dat wat God bedoelt en dat wat ik ervan maak, klopt dat met elkaar? Paulus helpt ons. Die zegt, weet je wat je moet doen? Nee, er niet op afgeven en het ook niet verafgoden. Ontvang het als gave, jouw deel. Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Word je er dubbel blij van. Niet alleen dat je het hebt, maar ook God, wat bent u goed. Word je dubbel blij met wat je hebt en met je God. Welzalig hij die bij het genot van overvloed, zongen we, de Heer heeft tot zijn God. Heb je het hele verhaal? Kun je het allemaal bij elkaar houden in je leven? Zijn het helemaal geen twee gescheiden werelden? Wordt het één geheel? En daarbij, 1 Timotheus 6, beveel de rijken, wat? Nou, niet je hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom. De prediker zei, wat je jarenlang met veel moeite, zwoegen en zweten hebt vergaard, kun je op één dag kwijtraken. Nou, heeft gelijk. En het zegt, dat zou zo zonde zijn als je dan alleen maar daarmee bezig bent geweest en je bent aan het genieten niet toegekomen. Ja, en Jezus zei erbij, het zou nog erger zijn als je wel grotere schuren hebt gebouwd, maar je bent niet rijk geworden in God. Dan ben je in Gods ogen dwaas. Of ben je nog zo'n slimme jongen geweest. Dan sluit Paulus af en daar sluit ik ook mee af. Tussen God verleent alles royaal en rijk. Niet om met een chagrijnig gezicht bij te zitten kijken, maar om van te genieten. En, zegt hij erbij, weet je wat? Als je dan toch genoeg gekregen hebt, word dan ook rijk in goede werken en deel ervan. Niet alleen van je geld, misschien heb je dat helemaal niet zoveel, maar wie weet ook wat van je tijd of van je talent. Stel je dat jij heel ergens goed in bent en een ander iets minder goed als student of op school. Je kunt op allerlei manieren kun je delen, toch? Blij zijn met de overvloed, met wat God jou gaf en daar dan van delen. En zo geniet je van het goede in het hier en nu. En anderen delen mee. En dan lijkt het toch weer een beetje op hoe het ooit was en hoe het ooit zal worden. God nummer 1. Jij blij met hem. Met wat hij je schenkt. En plezier beleven aan elkaar. Dit is een gave van God. Amen.